Carnaval 2018 is ook bladeren in een map vol krantenknipsels. Al 500.000 platen verkocht van het Brabantse land. Is letterlijk bladzijden omslaan uit het artiestenleven van Thijs van der Molen. De oudere carnavalsvierder moet hem kennen van heel wat hits en van de evergreen. Het leven is goed in het Brabantse land. Was het maar bier, was het maar bier. Drinken tot me zinken. Ja, ik schiet hem allemaal niet in binnen, maar het zijn er wel een stuk op 50. Pak ze maar beet, zei tante Gret. Ondanks zijn leeftijd, Thijs van der Molen is 80 jaar. En het terugkijken op een schitterende carrière met ongekende verkoopaantallen. Nou, ik denk met het Brabantse land mee 700.000. Want het Brabantse land alleen al was goed voor 500.000. Treedt Van der Molen weliswaar mondjesmaat nog steeds op. Ik treed nog regelmatig op door het jaar heen. Dat ik natuurlijk het geluk heb als artiest en als zanger. Dat ik natuurlijk 2 gouden platen op mijn naam heb. En een evergreen zoals het Brabantse land. Dus dat spelen ze over 100 jaar nog. Dus dat geluk heb ik dan. Ik heb moeite met moderne muziek, maar ja, het zal wel goed zijn, want ik zie dat duizenden mensen toch een hoop plezier aan beleven. Dus ik zal wel achter gaan lopen. Kijk, kijk, kijk. De bossen, de vennen, de purperen hei, een dorpje dat past in je hand. De peel en de kempen en de meierij. Mijn heerlijke Brabantse land. Maar mijn heerlijke Brabantse land heeft ook een keerzijde. De artiest Thijs van der Molen heeft behalve de eeuwige roem er financieel niets aan overgehouden. Ik denk dat er helemaal geen royalties zijn. Ik heb er wel eens naar gevraagd. Maar goed, hij staat op naam van O1607. Dus ik heb ook nog eens geen recht op die royalties, al zouden ze betaald zijn. Maar ik vind het wel raar, want je weet zelf net als ik, wij zijn ook van de oude garde. Als er vroeger een opname was bij een platenmaatschappij, dan werd er natuurlijk een contract opgemaakt wat er uitgekeerd wordt bij een verkochte plaat. Maar daar is volledige schemering en duister over. Schemering en duisternis is er ook nog steeds over die ene beladen kwestie. Nou, ik lig er niet wakker van, maar het is wel merkwaardig. Want ik denk dat we een van de weinige provincies zijn, misschien wel de enigste die geen volkslied heeft. Het Brabants volkslied. Waar politici geen besluit durfden te nemen, hebben wij, Brabant van Guus Meeuwis, in ons hart gesloten. En daar heeft Thijs van der Molen absoluut geen moeite mee. Maar ik heb nooit enige wrevel gevoeld. En nog sterker, hij heeft mijn nummer ook in Eindhoven in het Philipsstadion gezongen. Dus zo dramatisch is het allemaal niet. En Guus is toch een genie op het gebied van teksten. Want hij maakt hele mooie nummers. Nostalgie met een vleugje melancholie tussen de schuifdeuren. Dit land waar ons moeder ons groot heeft gebracht. Mijn vriendelijke, moederlijke land. Dat land. Waar het leven nog echt wordt geleefd. Een eerlijke, heerlijke, machtige, prachtige, gastvrije Brabantse land. Carnaval 2018 met Thijs van der Molen.